Hallo allemaal, jullie weten misschien dat ik niet de allergrootste fan ben van broeken. Behalve als ze cool zijn of als ze heel lekker zitten. Vandaag ga ik proberen om dat allebei in één broek te doen. Ik heb namelijk één broek en daar ben ik heel erg blij mee. Deze broek, deze heb ik echt al jaren. Hij is van AC/DC Rag. Dit is zo schattig. I love it. Hij is paars en hij is super, super duper comfortabel. Het enige nadeel aan die broek is dat wanneer ik hem draag, ik altijd wel met iemand in discussie moet gaan dat het geen pyjama broek is. Maar oké, nog steeds gewoon heerlijke broek. Dus ik ga een beetje voor deze vibe vandaag. En dan minder pyjama, zodat ik die discussie niet aan hoef te gaan. Ik ben op TikTok namelijk een tutorial tegengekomen. En volgens mij zijn er heel veel tutorials van. Over hoe je een wrap broek maakt. Oké, wrap broek, dat klinkt dan weer... Dat is dan weer half Nederlands, half Engels. Dat klinkt een beetje als een soort van tortilla broek. Maar nee, het zijn wrap pants. Als in, ik kan Nederlands. Een wikkelbroek, dat is het. Nou, geen idee of het ook zo heet in het Nederlands. Maar je wikkelt dus deze broek om je middel heen. En je kan het echt gewoon een lange broek maken. En dan hebben de broekspijpen twee mooie grote slits aan de zijkanten. Dus het is eigenlijk een perfecte zomerbroek. Lekker comfortabel, lekker fris. Want de wind gaat er zo doorheen natuurlijk. En volgens mij is dit hartstikke makkelijk om te maken. Dus het is ook nog eens een perfect project voor beginnende naaiers. Maar we hebben natuurlijk stof nodig. En als je nou toevallig een flinke lap stof hebt liggen, dan zit je al goed, denk ik. Bonuspunten als het een lekker lichte en dunne stof is. En nog weer bonuspunten als het een mooie stof is. Dat is wel een beetje een must. Je moet wel leuke stof vinden. En wat heb ik liggen? Gordijn. Voilà, oude gordijnstof. Cool patroon erop. Misschien een beetje vies. Maar whatever, kan altijd in de was. Tenzij er vlekken in zitten die er helemaal niet meer uitgaan. Maar ja, dat zie ik nog wel. Ik hoop alleen dat deze stof niet al te dik is. Het is niet super dun, maar het is ook niet heel erg dik. Dus we gaan het proberen. En dit voelt ook wel als een stof die ik kan verven. Dus ik kan hem gewoon paars maken. Ja, wacht even hoor. Voordat we gaan knippen, gaan we meten. Dus, wat hebben we nodig? De taille. En dan moet je even bedenken, want het wordt een wrapbroek. Ik wil hem niet volledig op mijn middel gewrapt. Dus een beetje meer zoiets, lijkt mij. En we rekenen ook eventjes naadtoeslag aan beide kanten. Dat is dus hier en daar. Dat is dan plus 4 centimeter. En dan meten we naar beneden hoe lang hij wordt. Ik wil hem lekker lang maken. En dat dus ook weer vanaf je taille. Gewoon een volledige meter. Why not? En daar komt dan ook weer naadtoeslag bij. Dus dat is dan 2 centimeter voor onderaan. En dan even kijken, bovenaan. Dan wordt het net wat meer, want er gaan de straps bovenop. Dus nog een keer 4 centimeter. Ja, dus dan dat plus 6 centimeter. Sure. En dan nog vanaf je taille naar je kruis toe. Dit wil je niet super strak hebben, want dat zit niet lekker. Ik kijk eventjes. Nou, ik wil dat hier ergens mijn kruis komt. Nou, hier 28 centimeter. Dat is oké. Ja, 28. Daar houden we het op. Alright, en al die metingen neem je dan mee naar de stof die je gaat knippen. Tot ja. Deze heb ik nodig. Yeah. Ja, ga daar heen. Goed zo. Dus ik heb hier 2 lappen. Oh, laat maar. Ik heb hem nog niet doormidden geknipt. Ik heb geen 2 lappen. Whoops. Momentje. Oké, ja, 2 lappen dus. Die bijna dicht kunnen om mijn middel heen. En dit gaat dan lekker zo tot de grond. Yes. Dan heb ik ook een aantal banden uitgeknipt. Deze zijn 30 centimeter per stuk. En dit wordt uiteindelijk zo breed voor een bandje. Yeah. En dat is alles wat je nodig hebt. Dat is het patroon. Dan ga ik nu mijn naaimachine erbij pakken. Hallo. Ik zet hem even aan. Kan ik hem daar krijgen? Wacht. Oh my god. Please, please, please. Deze sticker. Nee, lukt niet. Oké, nu ga ik wel beginnen met naaien. Ik ga beginnen met alle banden naaien. Dus al deze dingen. En dan doe ik gewoon dit randje naar binnen. En dit randje naar binnen. En dan dubbel. En voilà. Dat wil ik hebben. Voilà. Nog 3 keer. Ik heb 4 straps. Ik ben klaar om verder te gaan. 1 probleempje. Toetje ligt op mijn stof. Toetje. Geef hier. Ja, ik kan gaan beginnen met alle randjes omnaaien. Dan vouw ik ook eventjes de zijkantjes 2 keer naar binnen. Zo.
En dan naai ik vast. Ik heb nu alle kantjes van mijn beide lappen afgewerkt. Dus de zijkanten en de onderkant. Alleen nog de bovenkant niet. Maar voordat ik de bovenkant omnaai en al die dingen, ga ik de bandjes eraan vastzetten. Daar is een bandje. En die zet ik dan zo. En dan vouw ik hem weer twee keer om. En dan ga ik eventjes met het naaimachine er zo overheen. Ik ben er hier overheen gegaan en ik ben ook eventjes hier eroverheen gegaan, zodat hij echt hartstikke vast zit. Dat doe ik ook eventjes met het andere lintje. En dan nog de rest omnaaien, want dit is dus nog niet genaaid. Dus dat vouw ik dan twee keer naar binnen. En ja, dit naai ik dan. Ja, even met goede kanten op elkaar. Deze. Dan moet ik eventjes het midden weten. Waar is mijn meetlint? Waarom weet ik nooit waar ik mijn spullen laat? Ja, hoeveel had ik nou? Wacht ervoor. Laat ik gewoon 30 centimeter doen. Ja, sure. Oké, okay, even kijken. 54. Dat is 27. En dit is het midden. Zo, 30. Right. Heb ik een fatale fout gemaakt? Uh-oh. Ja, dit wordt een veel. Wacht eens even. Oh crap, dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Ik heb wel het gordijn ervoor om dit nog een keer te doen. Want ik ga een U-vorm uitknippen, maar dan heb ik alleen nog dit over. Oh, erg. Wacht even. Oh, moet ik opnieuw beginnen? Nee. Oké, okay, we gaan kijken of dit gaat lukken. Hi, toetje. Ja, dat is niet handig. Toetje, please. Yeah, I gave you a kiss on the mouth. Kom. Ja. Hoeveel centimeter gok ik? 23 zo? Nee, 20. Oké, okay. 20 centimeter. Andere kant, toetje. Move. Oké, okay, en dan moet ik hier een U-vorm van maken. Zo, dat spelden we vast. Op die lijn ga ik naaien. Oh, ik hoop dat dit iets wordt. Dan ga ik de U-vorm uitknippen. Oké. Okay. Oh god. Dit is hem echt net niet volgens mij. Maar oké, we gaan het gewoon proberen. Oh my god. Volgens mij kan het nog net. Oh mijn god. Dit is echt lucky. Nou, ik heb hem dus geknoopt achter mijn rug. En dan nu doet het ook over mijn jurkje aan. Aha. Voilà. Oké. Hij zit ook echt in mijn reet. Dit is wel heel erg, ja, overdreven. De lengte is wel nice. It's giving booty. Maar oké, ja. Oké, okay, ik heb erover na zitten denken om volledig opnieuw te beginnen. Maar dat vind ik zonde van deze halve broek. En dat vind ik zonde van mijn tijd. Dus ik heb zitten kijken, hoe kan ik dit fixen? Zonder een volledig nieuwe broek te maken. Nou kijk, op zich is de broek niet slecht. Behalve dan dat die slit veel te hoog zit. Want ja, is het nog een broek wanneer mijn been gewoon vrijuit dit kan doen, you know? Ik heb eigenlijk gewoon een extra paneeltje nodig. Die van hier naar, dus het strapje hier gaat. En ik zat er al over te denken om zakken in deze broek te zetten. Dus ik dacht, waarom maak ik daar gewoon geen zakken van? Dan maak ik een key element van de broek gewoon de zakken. Dus ik ga eventjes kijken hoe ik dat het beste kan doen. En dan kom ik daar zo op terug. Ik heb dus een zakvorm uitgeknipt voor beide kanten. En bij die beide kanten bestaat de zak uit twee delen. De voorkant en de achterkant. Ik heb ze zo uitgeknipt dat het patroon met elkaar matcht. Als eerste naai ik het randje om dat straks de opening van de zak wordt. Dan leg ik ze met het patroon naar beneden op elkaar. En dan naai ik het volledige randje. Dan kan ik ze weer binnenstebuiten keren. En dan kan je al zien dat het een zak wordt. Dan naai ik hem zo netjes mogelijk en zo goed mogelijk vast aan de broek. En dus ook voor een deel aan de bandjes. En dan heb ik ze. Dit is hem nu. Dit is een stuk beter, vind ik. I like it. Zakken zijn dus ook functioneel. Love that. En dan wil ik eigenlijk nog één ding met deze broek. En dat is het verven. Ik wil een paars hebben. Ja, gewoon. Alles is paars bij mij. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier een grote bak met water. Ik heb mijn zout en mijn kleurstof. En let's go. Aan de slag. Negeer het stof dat erin drijft. Beetje zout erin. Laten we het voor nu even daarop houden. Zo. Oké. Okay. Ziet er goed uit. Nou, let's go. Oh, nou. Volgens mij wordt dat een mooie kleur. Alright, dan ga ik dit gewoon een nachtje laten staan. En dan zien we morgen het resultaat. Ik kan inmiddels gewoon een playlist maken met gordijnkleding. Wee. Daar gaat ie.
Het is de volgende dag en vandaag ben ik wakker geworden met een dik oog. Ik hoop dat dit weggaat met de tijd. We gaan het zien. Maar ik heb dus mijn broek vanochtend meteen gewassen. Ik weet ook niet wat er met mijn stem gaande is. Wat is dit? Lalala. Nou, ik klink een beetje gek. Tada, broek. Hij is paars. Hij is niet al te evenredig paars, maar ik vind het wel mooi. Alleen rafelt deze stof heel erg. En ik heb hier aan de binnenkant echt gewoon maar met één steek dat kruis erin gezet. Dus ik ga er overheen met mijn lokmachine. Oh ja, mijn lokmachine is gemaakt trouwens. Yeah! Ik ga dus weer over de U heen. En dat had ik op zich beter kunnen doen voordat ik hem ging verven. Maar ik heb hem geverfd om 4 uur 's nachts. En deze machine maakt heel veel geluid. En dat wil ik mijn buren dan ook weer niet aandoen. Dat gaat een beetje ver. Oh, ik klink echt lekker. Zit het goed vast? Ja? Yeah? Is het goed? Dan is hij klaar. Yay! Ik ga hem aandoen. Je knoopt dus eerst de voorkant vast. Zo. Knoopje op mijn rug. En dan hop. Pak je van achter tussen je benen door. Zo. En de knoopje aan de voorkant. Dan vind ik het leuk om hier dan het strikje... Oh nee, het is geen strikje. Whoops. Zo, strikje aan de achterkant is ook leuk. Voilà. En daar is mijn broek. Yeah. Ik ga ook nog eventjes met mijn telefoon filmen. Daar is de broek. Ik vind hem wel mooi geworden. Yeah. Het is ook echt wel een zomerbroek. Hij is lekker fris. Lekker flowy. Het is echt nog net een broek. Vooral dit deel. Ik vind het ook leuk hoe het patroon zit. Want ik heb zeg maar hier die twee. En dan zo hier dat grijs. En aan de achterkant heb ik juist hier die twee. Ja, I like it. En hij heeft ook nog zakken. Daar ben ik ook heel blij mee. De zakken waren echt een beetje de redding van deze broek. Het ziet er wel heel gaaf uit zo. Niet per se hoe het plan was, maar hij is wel echt leuk geworden. Maar ja, als je het dus zelf gaat maken, neem voor de breedte van de stof dus echt niet minder dan je taille. Anders krijg je een broek met een slit die dus helemaal hier zit. Of je doet hetzelfde als ik en je maakt er zo van die flap zakken aan. Maar mocht je het wel op de correcte grootte gemaakt hebben, dan zou je ook een zak er direct op kunnen naaien. En ik denk dat het er ook wel leuk uitziet. Dus ja, helemaal geslaagd. Wat een beetje raar als je zo doet. Al in al vind ik dit een hele leuke broek geworden. Het geeft me echt zomer- en vakantievibes. Over vakantie gesproken. Soon. Oh, ik heb vakantie nodig. Ik ben op dit moment druk bezig met extra video's maken die ik kan uploaden tijdens mijn vakantie. Dus ik voel de vibes. Extra. Vergeet niet om deze video eventjes een like te geven. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!